Hey allemaal, ik ben Niels en welkom bij deze video over FIFA 19. FIFA 19 preview, waarin we vooruit gaan kijken naar wat FIFA 19 ons gaat brengen. Komt eind van deze maand natuurlijk uit. En het eerste nieuws wat binnenkwam is dat de Champions League naar FIFA komt. Ja, dat is super mooi natuurlijk. PES heeft jaren het recht gehad op de Champions League. Maar nu is het eindelijk naar FIFA en krijgen we eindelijk die echte Champions League hymne in FIFA. Nou, het was natuurlijk al blauw, maar nu komen ook echt, ik denk, de Champions League layout erin en zo. En het heet ook echt Champions League en niet meer Champions Cup of zo, wat natuurlijk wel stom is. Of kampioenenbal zoals het op de Wii nogal heette, wat ik me kan herinneren. Ja, Champions League in FIFA dus. En daarbij komt ook, kijk eens, Alex Hunter gaat naar Real Madrid. Dat is denk ik ook vanwege de Champions League, zodat hij met Real Madrid Champions League kan spelen. Jou wel voor, nou ik weet niet. Maar ik heb licht aan de kant voor Atletico gekozen destijds in de Journey. En dat gaan we zo wel zien. En ja, dat kan dus eigenlijk niet, hè. Van naar de stadsrivaal vertrekken. Ja, dit zijn dus de beelden. Michael die even hem laat kiezen. Oh, leuk kapsel had ik toen. Die had ik volgens mij net geunlocked. En ik denk, nou, ik draag hem eventjes heel even. En dan doe ik weer een normaal kapsel. Maar ja, ik heb in de Journey in FIFA 18 dus gekozen voor Atletico. Daar heb ik trouwens voor gekozen omdat ja, Bayern en PSG waren, dat zijn echt de topclubs van hun land, van Duitsland en Frankrijk. Terwijl Atletico nog prima kan strijden met Barcelona en met Real Madrid. En daarbij vind ik Simeone ook een geweldige coach en ik wil graag voor Simeone spelen. Wie waren er toen trainers bij Bayern en PSG? Emery die was toen trainer bij PSG, dat weet ik wel. Ja, ik heb niet zoveel met event. Een bonus heb ik... Oh ja, Ancelotti. Ancelotti was de trainer van Bayern. Maar bonus heb ik niet echt naar gekeken of zo. Volgens mij. Ik heb gewoon voor Atletico gekozen. Maar ja, nou speelt Alexander dus bij Real weer een nieuw team. Nieuw FIFA, bla bla bla. We zullen zien wat het gaat brengen. Wat ook leuk is. Dit is de FIFA 19 Ajax Steelbook Limited Edition of zo. Van FIFA 18 had ik die natuurlijk ook. En FIFA 19 brengt Ajax weer een steelboek uit. Voor FIFA 18 waren ze toen op dat moment de enige club in de wereld. Een paar dagen later kwam PSV, maar Ajax was dus wel de eerste club in de wereld met een eigen hoesje. En voor FIFA 19 hebben ze dat weer gedaan. Ik heb hem gepreorderd. Ja, als echt Ajax ziet, kan dat natuurlijk niet ontbreken in mijn collectie. Dit is het FIFA 18 hoesje. Met daarnaast het gewone hoesje van Ronaldo. En ja, ik ben dus een echte Ajax-ziet. Maar wat ik misschien wel een leuk idee heb gevonden, is nu FC Twente gedegradeerd is, om FC Twente weer terug te brengen in FIFA door dat in de overige competitie te doen. Dus ik snap ook dat er mensen tegen zijn. Dat is iedereen in zijn eigen mening. Maar dat leek mij wel leuk. Ik bedoel, Twente is toch al is een keer kampioen geworden van Nederland. Ja, de laatste jaren doen ze er niet echt meer toe. Op dat moment waren ze super goed kampioen. En daarvoor of daarna won ze ook nog de beker. En de Johan Cruijffschaal toen tegen Ajax. Ja, destijds was het een heel goed team. Alleen het is nu afgelopen. En we zitten hier in Schotland. De Rangers, toen die degradeerden, kwamen ze ook in de overige competitie terecht. En nu zijn ze weer terug op het hoogste niveau van Schotland. En zitten ze gewoon weer in de Schotse competitie. En ik denk dat wat wij Nederlanders eigenlijk al heel lang willen is dat de eerste divisie, tegenwoordig de keukenkampioen divisie, wat een stomme naam zeg. Maar dat de eerste divisie in FIFA komt en dan zou Twente er natuurlijk ook in zitten. Maar ja, dat is nu even niet het geval. Daarom zou ik denken, ja, doe Twente in de overige competitie. En blijft trouwens even op dit beeld staan. Volgens mij liep mijn PlayStation vast, een beetje vast toen ik dit opnam. Maar goed. Ja, Twente is dus gedegradeerd en zou je kunnen zeggen van mooi opgeroepeld weg met dat team. Maar aan de andere kant, ze zijn dus wel eens kampioen geworden. En ze horen wel in de Eredivisie thuis. Qua kwaliteit, dan gaan ze naar het team kijken. Ik had even door de overige competitie gescrollt. Je ziet wat Griekse teams erin. Sinds FIFA 18 zit Sparta Praag erin. De Tsjechische competitie heeft wel eens in FIFA gezeten, geloof ik. Is er weer uit, maar Sparta Praag is weer terug. HJK Helsinki uit Finland zit erin. Ik denk, ja, waarom zou je Twente er dan niet in doen? Rangers heeft erin gezeten. Dus voor mij hoort dat gewoon. Ah, hij doet het weer. Ik weet niet wat ging doen. Geen idee. Ik ga dus naar het team kijken, denk ik. Teammanagement. Ja, ik bedoel,
Spelers als Asaidi, Boeren, Tigaduini, Maher, Holla, Tesker, Drommel, El Hamdoui, Slagveer, Lam, Brondeel, Hoijveld. De rest ken ik niet zo goed. Ter Avest. Ja, het is toch wel Eredivisie materiaal, denk ik. Ik weet het niet. Aan de ene kant is het wel jammer dat ze gedegradeerd zijn. Aan de andere kant denk ik ook mooi opgehoepeld weg ermee. Maar ik zou het niet eens zo'n gek idee vinden om dit team in de overige competitie in FIFA te plaatsen. Want wat je dan altijd zelf nog kan doen is, bijvoorbeeld als je een carrière doet, het team wisselen, weet je wel. Dat je, weet ik veel, Fortuna Sittard of M of zo eruit haalt. Wat moet die nou in de Eredivisie? Dat je Twente erin doet. Ja, Fortuna is wel leuk dat die in de Eredivisie kan zitten. FCM, nou, dat wil ik niet. Ja, Twente ook. Ja, we kunnen even kijken naar de offline selectie. Dat is eigenlijk nog slechter dan de echte vorm. Dat is wel grappig. Maar goed, ja, dat lijkt me misschien een leuk idee. Maar ja, we gaan zien wat FIFA 19 ons gaat brengen. Komt eind deze maand uit. Even kijken, dat is de 28e.